Het woord coaching heeft in heel veel hoofden heel veel verschillende naklanken, zou je kunnen zeggen. Voor voetballiefhebbers is duidelijk dat de coach de kar trekt en de schuld krijgt als het fout gaat met de manschaften. In professioneel coaching, in projecten en programmaland, denk ik dat de vork nog iets anders in de steel zit. Coachen gaat wat mij betreft altijd over een doelstelling. Coachen is wat mij betreft ook altijd een traject dat een bepaalde eindigheid heeft. En coaching maakt gebruik van een bepaalde methode die de doelstelling dient. Coaching is dus veel meer dan op gezette tijden met iemand die je wel ziet zitten een kopje koffie drinken. Dat kan je wel doen, maar het gaat veel meer de diepte in. En het is dus op een methodologische manier, binnengestelde tijdframes, mensen helpen in zichzelf de stappen te ontdekken die nodig zijn voor vooruitgang. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik krijg ook vaak terug dat dat ook vanuit de gecoachte persoon de perceptie is.